is 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welkom iedereen, welkom Hermon, welkom livestream, welkom iedereen die op dit moment op vakantie of in de auto, waar ook jullie verblijf of vertoeven. Welkom allemaal. We gaan de alle eer, alle lofprijs geven aan Jezus Christus. Psalm 145, vers 3 zegt, hij is zeer te prijs. Hij is groot en zeer te prijs. Wanneer hij zeer te prijs, wij als zijn volk, geef alle eer, alle glorie aan hem. Amen. Halleluja. Kom op, geef een geweldig applaus voor onze God. Ja. Amen. Onze God is waarlijk opgestaan. Amen. Schud even de hand van de persoon naast u en zeg ze, mijn God is waarlijk opgestaan. Al leek het verhaal al voorbij. Zijn liefde zo diep als een wonder. Hey! Toen hij koos te sterven voor mij. En daar in het graf zo donker. Yes! Keek de vijand verslagen toe. Hoe het licht van deze wereld het duist door onomkeerbaar ver toe. Amen, geloof je dat? Dus zoek hem niet onder de doden. Het graf is en blijft. Wat? De dood heeft geen grip meer op mij. Genade heeft mij gevonden. En schoof al mijn schaamte opzij. En schoof al mijn schaamte opzij. Yes! Amen! De strijd is al lang gewonnen. Toen hij alles volbracht aan het kruis. Amen! Die hem deed opstaan, is dezelfde kracht die leeft in mij. Halleluja! Zoek hem niet onder de doden. Het graf is en blijft leeg. Ik weet, mijn verlossing. Mijn hart is vrijgekocht, want het graf is leeg. De dood is doodverklaard, mijn angst is weggejaagd, want mijn Jezus leeft. Nog een keer, laten we het nog een keer zingen. Mijn schuld is ingelost, mijn hart is vrijgekocht, want het graf is leeg. De dood is doodverklaard,
Mijn angst is weggejaagd, want mijn Jezus leeft. Ik leef, mijn verlosse leeft, mijn verlosse leeft voor eeuwig. Amen. Ik leef, mijn verlosse leeft, mijn verlosse leeft voor eeuwig. Amen. Ik weet, ik leef, mijn verlosse leeft, mijn verlosse leeft voor eeuwig. Amen. Ja, ik weet, mijn verlosse leeft, hey, ja, hij leeft voor eeuwig. Amen. Halleluja. Hij leeft. Oh, ja, hij leeft. Hij leeft. Amen. Jij voor de Heer. Juist voor de Heer! Hallo? Juist voor de Heer! Ik wil juichen voor u, mijn Heer. Met blijdschap in mijn hart. Ik jubel voor u, Heer. Mijn hart is vol ontzag. Ik herken u hier, bent God. En ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor u, wat ik ook denk of voel. En ik ga door de poorten met een loflied, want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik zing u alle lof toe, en ik zing u alle lof toe. Heb mijn handen naar u op, ik prijs u naam. God van de eeuwigheid. Oké, nog een keer, ik wil juichen. Ik wil juichen voor u, mijn Heer. Met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor u, Heer. Mijn hart is vol ontzag. Ik herken u, Heer, bent God. En ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor wat ik als dikke voel. En ik ga door de poorten met een loflied. Met een loflied, Heer. Want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik zing u alle lof toe. Ik heb mijn handen naar u op. Ik prijs uw naam, God van de eeuwigheid. Want de Heer, want de Heer is goed. Zeg goed en tieren. Zijn trouw zit op dit eeuwigheid. Amen. Nou zingt u, kom op, u zingt. Ja, de Heer is goed. Zijn goede dieren is tot in. Amen. Ja, de Heer. Zijn liefde en zijn zit tot in. Oké, nog een keer. Alle vrouwen, want de Heer zijn goed. Mannen, zijn jullie wakker? Ja, de Heer is goed, zijn goede tieren is tot in. Aha, ja, de amen, amen. En ik ga door de poorten.
een loflied. Want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik ga door de poorten met een loflied. Want ik wil u ontmoeten. Deze nog één keer, kom op. En ik ga door de poorten. En ik ga door de poorten met een loflied. Want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik zing u alle lof toe. En ik zing u alle lof toe. Heb mijn handen naar u op. Ik prijs uw naam. Ik prijs uw naam. Ik prijs uw naam. God van de eeuwigheid. Woe! Amen. Halleluja. Wie wil hier nog meer juichen voor de Heer? Juichen voor de Heer. Want mijn God is een goede God. Amen. En alles wat Hij doet is goed. En mijn God blijft goed en tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Geef een high five aan de broeder of zuster en zeg ze: mijn God is een goede God. Ja, Vader, u bent zo goed. We houden van u, Heer. Er is niemand zoals u, Vader. En wij houden van u, omdat u als eerst van ons hield, Vader. En ons ziel, Vader, hier klinkt uit en weer klinkt opnieuw naar u toe, Vader. Voor alles wat u doet in onze levens. Wij hoeven niet bang te zijn, we hoeven niet angstig te zijn, Heer. Want ik heb u mogen leren kennen als God, Heer, de voorziener, Heer. In de tijd van noden, Heer, Vader, bent u daar, Heer. Dank u, Jezus. Been held in your heart from the moment that I wake up, the moment that I until I lay my head, I will sing of the goodness. Laten we het nog eens zingen. Laten we het nog eens zingen. I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness
of God. All my life, and all my life you have been faithful. Yes, you have been. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Sing all my life you have been faithful, and all my life you have been good. All my life you have been so good, yeah. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. As you have. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will say of the goodness of God. So good. With every breath that I am made,
praising of the goodness of God. Sing one more time, all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I have made, I will say of the goodness of God. I will say of the goodness of God. I will say of the goodness. Sing of your goodness, Lord. I will sing of your goodness, Lord. Yeah. Vader, u bent goed, Heer. Wij kiezen ervoor om te zingen, Heere, dat u goed bent. En ik bid je, Vader, Heere, dat wij als uw kinderen, Vader, ongeacht onze situaties, ongeacht de strijd, Heere, ongeacht, Heer, Vader, wat wij doormaken, Heere, dat wij mogen blijven zingen, Vader, van uw goedheid in de naam van Jezus, Heere. Want u bent niets minder dan dat, Vader. U bent goed, Heer. Wij geven onze levens, Heer. Loof de Heer, loof de Heer. Zeg het tegen je ziel. En prijs nu zijn. Met meer passie dan ooit. Oh, mijn ziel. Verheerlijk zijn Hij. De genaam. De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt. Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel. Prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit. Verheerlijk zijn heilige naam. Loof de Heer, o mijn ziel. Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel. Prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie, met meer passie dan ooit. O mijn ziel, verheerlijk.
heerlijk zijn heilige naam. Heer, vol geduld toont u ons uw liefde. Uw naam is groot en uw hart is zacht. Van al uw goedheid wil ik blijven zingen. Amen. 10.000 redenen voor dankbaarheid. Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel. En prijs u zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. Loof de Heer, loof de Heer, o mijn ziel, hey, o mijn ziel, en prijs u zijn heilige naam. Met meer passie. Op die dag als mijn ademstok en mijn einde hoop, zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen. 10.000 jaren in voor eeuwigheid. Amen. U mag gaan zitten. Wauw. Goedemorgen iedereen. Ook iedereen thuis, iedereen op vakantie. Jornies en Emmy, jullie zijn in Spanje, maar jullie kijken naar ons. Wij zien jullie niet, maar jullie wel ons. Ook A is in Bogota. Nou, iedereen die op vakantie is, iedereen die terug is van vakantie. Welkom thuis. Ja, jij. God is goed. Amen. Nou, voor degenen die de eerste keer hier komen. Mijn naam is Pastora Tineke. Wees welkom. En welkom thuis. Want dit is uw huis. Amen. En ook u thuis. Kom een keertje naar de dienst. Zodat wij samen kunnen fellowshipen. Amen. En de kinderen. Jullie mogen naar de zondagschool. Gelijk rennen. Ze denken, wat duurt toch zo lang, hè? De kinderen zijn blij om hun eigen klas weer te zien.
Nee, Angel blijft gewoon in de zaal, toch? Groot gelijk. God is goed, amen. Nou, en toen, de zaal is de helft leeg. Maar wij kunnen wel gewoon vullen. Goed zo. Kom naar voren. Ik bijt niet, niemand bijt hier. Want we hebben genoeg eten in dit huis. Amen. Dus niemand heeft honger. Oké? Niemand meer? Oké. Nou, onze laatste lied. En op die dag als mijn kracht vermindert. Beseft u dat? Dat wij op één dag eigenlijk een beetje zwak gaan worden. Of wij vergeten dat. Wij denken dat wij altijd zo power. Dus niet. Gisteren is zuster Stijn jarig. Wij gingen uiteten. Maar we hebben te veel gelachen. Waarom? Omdat broeder Henny heeft een foto gemaakt van ons. Hoe wij eruit zullen zien als wij 90 jaar oud zijn. Dat wilt u echt niet zien. Echt, ik meen het. Dus wij maken echt de foto van tante S als eerste. En wij gingen lachen. Waarom? Dat iedereen zei, is nou tante S of een heks? Nee, maar het is gewoon niet normaal leuk. Wij lachen echt met z'n allen. Maar vanuit deze situatie, ik krijg een inspiratie. Wauw, ja. Inderdaad, ook het lied op één dag. Als mijn kracht vermindert en mijn ademstok. Op één dag, onze ademstok ook vermindert en niks meer. Ook onze kracht. Beseffen wij dat? Wij blijven niet zo. Wij blijven niet zo krachtig. En de Bijbel zegt dat de leeftijd van een mens is 70 en maximaal tot 80 jaar. En daarbovenop is bonus. Dus geniet van de bonus of dat wij ook echt alert, meer alert kunnen zijn voor de dagen. Vandaag is mijn pastora blok Efeziërs eerst de 5. Efeziërs 5 vers 16. Efeziërs 5 vers 16. En gebruik je tijd goed, want wij leven in een slechte tijd. Mee eens? Als niet mee eens, dan zeg tegen God, want dit is niet mijn woorden. Het woord zegt, dus het woord is God zelf, wij leven in een slechte tijd. De tijd is niet goed. En ik kijk geen nieuws en in één keer hoor ik, oh, we hebben geen kabinet meer. De kabinet is gevallen. Dus ja, ik begrijp ook niet wat dat gevolg is voor ons. Dus ik weet het echt niet. Wat ik weet, de Bijbel zegt, wij leven in een slechte tijd. Alles is wankelbaar. Wat onwankelbaar is alleen God. Is alleen het woord. Dus daarom, ik weet niet hoe en wie leidt uw leven. Maar mijn advies vandaag voor hele gemeente, jong en oud, klein en groot, ook u thuis. Laten wij teruggaan naar het woord. Het woord zei, het woord is lam voor mijn voeten en licht voor mijn pad. Alleen dat. Alleen het woord. Alleen het woord. Dus dit, gebruik je tijd goed. Hoe kan ik dan mijn tijd goed gebruiken? Door het woord te lezen en te bestuderen. Ik gebruik mijn tijd goed. Uw tijd is niet van u, hè. Wat is bewijs? Als God zei, de tijd is voorbij, dan is het voorbij. Als de tijd van mij is, ik zei even wachten, want ik ben nog niet klaar. Ik wil nog genieten. Niks ervan. De tijd is niet van mij. De tijd is van Hem. En als Hij zegt, klaar, dan is het klaar. Amen. Nou ga ik naar de volgende vers. Pastor Jos fluistert me al in mijn oor. Heb jij lange tijd voor jouw pastora blok? Ik zeg, nee. Maar het was grapje. Nee hoor. Het is echt. Nog 2 versen. Efeziërs 4. Mijn man is grappig. Ik ook. Efeziërs 4 vers 15. Dus als ik besef. En als ik weet dat ik zo weinig tijd heb.
Dit zegt God, maar wij moeten vol liefde vasthouden aan de waarheid. Hoezo dan vol liefde? Omdat we hebben soms geen zin om aan de waarheid vast te houden. Ja of ja? Ja. Vasthouden aan de waarheid alleen zo. Dus het is maar één. Als staat erop alleen zo, dan is maar één. Alleen zo worden wij steeds volwassener in het geloof. Door wat? Vol liefde vasthouden aan het woord. Vasthouden. Mee eens of niet mee eens, maakt niet uit. Vasthouden gewoon. En daardoor worden wij steeds meer één met Christus. En Hij is het hoofd van de gemeente. Hij is het hoofd van het lichaam. 16. En Hij zorgt ervoor dat het lichaam groeit. Waarom? Het is zijn verlangen dat zijn gemeente groeit. Dat dit huis groeit. Dat is verlangen van de eigenaar zelf. En Hij zorgt ervoor. Hij maakt het ook tot één geheel. Dus niet half lichaam, niet kwart. Één geheel. Een lichaam wordt bij elkaar gehouden door spieren en banden. En elk lichaamsdeel heeft zijn eigen taak. Op dezelfde manier houdt Christus zijn gemeente bij elkaar. Willen wij een beetje denken, hoe zit dat eigenlijk? Hoe ziet God naar zijn gemeente? Precies zoals jij jouw lichaam ziet. Precies dan. Amen. Handen hebben eigen taak. Hoofd heeft eigen taak. Voeten hebben eigen taak. Wij kunnen niet krabben met onze voet. Want dat is een beetje onmogelijk. Omdat ieder deel heeft zijn eigen taak gekregen. En zijn eigen taak. Op dezelfde manier houdt Christus zijn gemeente bij elkaar. En Hij geeft elk mens zijn eigen taak binnen het lichaam. Als iedereen. Even zeggen tegenover elkaar. Als iedereen. Als iedereen. Als iedereen. En nou, als jij. Want jij bent iedereen. Maar wie is iedereen? Dat ben ik. Ja. En als iedereen zijn taak doet, groeit het lichaam en wordt het gezond, sterk en volwassen. Dat willen wij toch? Dat willen wij toch? Wij kunnen niet alleen bidden voor Hermon, ook u thuis. Dank je wel voor alle gebeden voor dit huis. Vanuit uw huis. Maar hier staat, mag ik nog de vorige zin? Als iedereen zijn taak doet, groeit het lichaam en wordt gezond. Dus groei, gezond, sterk, volwassen. Wauw. Maar als iedereen zijn taak doet. Dus niet alleen Ais, Nisejor, of Pastor Dios, ik. Iedereen. Iedereen. Nu gaan we onszelf vragen. Heer, u hebt mij gezet in dit huis. Wat is mijn taak dan? Want ik wil graag dat dit huis groeit. Dat dit huis sterk wordt. Dat dit huis gezond wordt. Dat dit huis volwassen wordt. Maar ik moet wel mijn deel zien in het lichaam. En ik moet daar ook met heel mijn hart doen. Heer, openbaar mij. Amen. Ik wil sluiten met een gebed. Dat Heilige Geest ons openbaart. Het is niet alleen de pastoraal team of wie dan ook. Die moeten dit huis runnen of wat dan ook. Een mooie programma. Of dat hij zo ver is om echt God te zoeken. Voor ja, de groei. Hoe kan ik helpen dat de gemeente groeit? Nee, het is de taak van ieder van ons. Iedereen, het is het woord van God. Als iedereen zijn taak doet. Dus geef ook schuld niet aan elkander. Want jij hebt ook een deel daar. Ik heb een deel daar. Wij kunnen niet wijzen. De vraag is, wat doe ik? Wat is mijn taak hier? En heb ik dat gedaan met heel mijn hart en ziel? Amen, laten wij bidden. Vader in de hemel, wij danken u. Voor huis Hermon. Vader, wij spreken zegen. Allereerste heren, voor uw huis. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor uw verlangen. Als de eigenaar van dit huis. U verlangt dat dit huis
gezond wordt. U verlangt dat dit huis volwassen wordt. U verlangt, Heer, in Jezus' naam dat dit huis sterk wordt. Maar Heer, u kijkt naar ieder persoon. En u zegt tegen ons, jij heb ik een taak gegeven in dit huis. Vader, ik vraag uw geest om te spreken tot ieder hart. Heilige Geest van God, ik vraag u om ieder oog te openen. Om te zien de plaats, de taak waar ik, Heere, wat ik moet doen. Heere, tot zodat uw huis in Jezus' naam sterk, volwassen, gezond, Heere, wordt in Jezus' naam. Zo wil ik u danken, Heere, en u zal uw plan uitvoeren in deze gemeente. In Jezus' naam. Amen. Nou, dan roep ik Rebecca vandaag voor het overwoord. Even applaus voor onze koning Jezus. Alsjeblieft. Dankjewel. Goedemorgen, lieve mensen. Ook lieve mensen thuis die kijken vandaag. Ja, ik mag het offerwoord terugbrengen. En we hebben natuurlijk al een tijdje terug een beetje voorbereiding gekregen. En ik had vrij snel mijn verhaal wel gevonden eigenlijk, wat ik zou willen delen. De meeste van jullie, ik zal mezelf eerst even voorstellen. Rebecca Jansen-Karsman ben ik. Ik ben gestart bij het secretariaat. Maar ik doe nog wat andere dingen ernaast. Goed. En... ik mag dienen. En daar ben ik dankbaar voor dat het kan. Goed, mijn verhaal was snel uitgezocht. Want zoals jullie weten, en misschien sommige mensen thuis natuurlijk niet, ik ben samen met Wil mama van 5 kindjes. Nou, en de jongste is inmiddels 11, Redan is 11. En toen ik in verwachting was van haar, toen raakte Wil gedeeltelijk arbeidsongeschikt. En dat bracht eigenlijk best wel onzekerheid met zich mee. Hij heeft zijn vaste baan op moeten zeggen en hij moest een studie volgen. En daarnaast had hij eigenlijk heel veel losse contractjes. Eigenlijk geen vaste uren. En ik werd er een beetje zenuwachtig van. Want het was 5e kindje en die kregen we met gemak. Hè, ik werd gezegend, wij zijn gezegend om voor 5 kindjes te mogen zorgen. Maar ja, je moet ook nog eten geven en zo. Dat is best handig. En dak boven de hoofd, dat vind ik ook best handig. Ja, maar ik raakte een beetje van in paniek. En ik kwam heel snel op een tekst terecht. En uit Filippenzen, die heb ik niet aangehaald. Omdat Soelde die ook al had gedaan. Maar niet alleen om die reden. Toen ik deze weer moest overdenken dat ik het op voor het werkelijk ga brengen nu. Moest ik zoeken naar de les die ik werkelijk had geleerd. En in die tijd heb ik om hulp moeten vragen. Heb ik de voedselbank van de gemeente waar wij toen, waar wij zijn opgegroeid, hebben ze ons geholpen. En ik moest leren ontvangen. Er kwam een paal met een broeder naar mij toe. Die zei, ik wil dit aan je geven. Ik had geen geld meer. En ik zei tegen de Heer in mijn gebed, ik wil er niet meer om vragen. Ik vind het lastig om hulp vragen. Ik vind het lastig om geld te vragen. En toen zei ik ook tegen de Heer, ik vind het veel leuker om te geven. Denk dat er heel veel mensen zijn die liever geven. Goed. Maar het schijnt van levensbelang te zijn dat we eerst leren ontvangen. Want de genade die God ons geeft, schenkt Hij ons. En wij kunnen het onmogelijk verdienen. Er is dus niets wat wij kunnen doen, waardoor wij het kunnen verkrijgen. Hij heeft het ons om niet gegeven. Ik moest dat echt laten zinken, want ik vond dat lastig. Ik wil liever geven. Vind ik veel leuker. He, want dan, he, dat is gewoon leuk. Leuk. Iemand te zien, een cadeautje open te maken is leuk. Maar leren om hulp te vragen, leren ontvangen, vond ik heel lastig. Vond ik een van de moeilijkste lessen. Maar het blijkt van levensbelang te zijn om eerst van Hem te ontvangen. Want hoe kunnen we ooit het offer dat Hij heeft gebracht voor ons aannemen als we denken dat we het kunnen verdienen? Want ik heb heel goed gedaan, want ik heb zoveel gediend. Kijk maar, ik doe daar dat, ik doe daar wat. Kijk, daarom zegent God mij eerder. Nee, er wordt, en wat me ook steeds duidelijker werd, is het zo belangrijk dat we Gods woord van het begin tot het einde kennen. Want Hij liet het zien met heel veel versen. Op een bepaald moment wist ik niet meer welke vers ik mocht kiezen. En toen dacht ik, oh help, ik heb er te veel. En ik heb maar 5 minuten. Hoe dan? Goed, het is deze geworden. 1 Timotheus 4, vers 4 tot en met 6. Want alles wat God heeft gemaakt is goed. Niets daarvan is verkeerd.
als je hem ervoor dankt. Want het wordt zuiver gemaakt door het woord van God en door het gebed. Als je dit aan de broeders en zusters leert, zul je een goede dienaar van Jezus Christus zijn. Zorg dat je veel weet van het geloof en van het goede nieuws waaraan jij gehoorzaam geweest bent. Het is dus belangrijk om te ontvangen met een open hart. Met dankbaarheid. Want pas uit die dankbaarheid kunnen wij geven. Pas uit die dankbaarheid kunnen wij dienen. Dus we worden pas een goede dienaar als we eerst leren ontvangen. Dus ik wil altijd die stap wil ik skippen. Die wil ik overslaan. Heer, ik wil niet aan die kant zitten. Ik wil aan die kant zitten. Ik wil aan de geefkant zitten. Maar belangrijk dus, van cruciaal, van levensbelang, eerst leren ontvangen van hem. Van de schepper van hemel en aarde. Want alles wat u krijgt, komt van hem. Al het goede komt van boven. Oude gezegde, maar dat komt eigenlijk oorsprong weer uit de Bijbel. Al het goede komt van hem. Dus wanneer een broeder of een zuster u een complimentje geeft, hoeft u niet te zeggen, oh nee hoor, dat shirtje dat kostte maar een euro bij het goed. Dat hoeft niet, dank u wel. Dank u wel. We hoeven niet... complimentjes vinden we lastig. Iets krijgen vinden we lastig. Nee, ik moet iets terug doen. We zijn niet verschil. Luister, we kunnen God eigenlijk niets geven dan alleen ons hart. Want hij ziet ons hart aan. Wanneer wij geven en wanneer wij dienen, ziet hij ons hart aan. Hij weet precies van welke oorsprong het komt. Dus anders voordoen hoeven we dus ook niet. Goed. En vandaag mogen we ook geven. En laat het zijn vanuit een dankbaar hart. Van een hart dat verlangt hem te eren. Het maakt niet uit of we hier gaan zingen. En hier bijna de pan uitzweten. Hè? Want ik voel me ook helemaal glanzend. Maar dat maakt niet uit. Waarom? Als we hem eren. Als we voor hem zingen. Als we onze handen in de lucht heffen voor hem. Is het vanuit liefde voor hem. Is het uit dankbaarheid. Dus als we ontvangen. Ontvangen we in dankbaarheid. Maar niet met een krampachtige hand. En een open hand om ook weer snel door te geven. Inderdaad, de QR-code staat al in beeld. Volgens mij begint mijn tijd te dringen. Goed, laten we samen bidden. Laten we samen op gaan staan. Want wij moeten ons leren realiseren. Dat we eerst moeten leren ontvangen. Alle zegen komt van boven. Ook als iemand u helpt. Ook als iemand u een compliment geeft. Ook als iemand u helpt bij verhuizing. Whatever, het maakt niet uit. Alles wat goed is, komt van hem. Leren we ontvangen. Dank u Vader voor deze nieuwe morgen. Dank u Vader voor de les die ik zo moeilijk vond om te leren. Maar dat u zoveel meer duidelijk wilde maken daarmee. Dank u Vader dat wij eerst mogen ontvangen van u. Met een open hart, net als een kind mogen ontvangen. En net zo snel mogen wij weer geven, Heer. En laat het zijn uit een dankbaar hart voor u. Heren, want u bent zo goed. U bent trouw, u bent genadig. U bent onze redder, u bent onze verlosser. Heer, u bent ons alles. En dat willen we elke dag opnieuw blijven zeggen. Met onze zang, met waar we in dienen. Met het geven. Met ons leven, Heer. Willen wij u geven en u alleen eren. Laat het niets anders zijn, Heer, als u hier bent. Dat het uit liefde is om hem te ontmoeten. In de naam van Jezus. Amen. Goed, u kunt geven. En ik skip bijna een heel deel. Dat kan via hier. Net had u de QR-code ook gezien. Prima, dankjewel Jaden. En we gaan over naar Herman Nieuws. Een hele goede morgen allemaal. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Herman Nieuws. You know the drill. Like, abonneer en klik eventjes op het belletje van deze stream om notificaties te krijgen natuurlijk wanneer we live zijn of wanneer we een video uploaden. Ik ben zo bij u terug met de nieuwspunten. En de gebruikelijke nieuwspunten wil ik het met u over hebben. Dat is natuurlijk elke maandag tot en met zaterdag het ochtendgebed. U bent van harte welkom hier vanaf 6 uur hier. Elke ochtend dan, maandag tot en met zaterdag. En duurt ongeveer tot een uur of 7. Christelijke Gemeente Herman is natuurlijk een kerk van gebed. Dus ik wil u vragen om te komen. En ook in elk seizoen is er weer een nieuwe beweging van de Heilige Geest. Een nieuw woord. En daarom wil ik u vragen ook om zeker te komen. Ook in de ochtendgebed. Om te bidden voor broeders of zusters. Of juist om andere dingen. Ja? Dus maandag tot en met zaterdag, van harte welkom.
elke ochtend hier om 6 uur in Christus Gemeente Hermon. En dan kunt u daarna gewoon rustig naar uw werk toe gaan. Dan, vrijdagavond hebben we natuurlijk onze Summit Show. En dat zal dan in de ene week een teken zijn van de getuigenissen. Van wat mensen hebben meegemaakt in hun wandel, in God, wat ze allemaal hebben gezien en wat God in hun leven heeft gedaan. Maar ook natuurlijk, dan de week erna is dan een worship night zijn. Dus meer een dag waarin een bijzondere boodschap wordt gebracht van een van onze pastors. Maar waar wij ook gewoon volledig onze harten kunnen openen om te aanbidden. Dus wees aan tijd aanwezig. Elke vrijdagavond om 7 uur hier in Christus Gemeente Hermon ook weer. En dan natuurlijk onze reguliere erediensten. Elke zondagochtend om 9:30 hier in Christus Gemeente Hermon natuurlijk. Neem uw vrienden mee, familie, collega, noem het maar op. Maar kom gezellig, zodat wij hier gezamenlijk de Heer kunnen grootmaken en prijzen. Dan wil ik het samen met u hebben over de doop. Binnenkort zal er ook weer een doopdienst plaatsvinden. Ik wil u dan wel even op het hart drukken. Mocht u nog niet gedoopt zijn of mocht u juist willen weten wat de doop nou werkelijk inhoudt, dan is dit voor u. U kunt uzelf aanmelden. Dat kan via uw eigen regiocoördinator. U kunt ook natuurlijk een berichtje sturen naar het telefoonnummer van de kerk. Dat is 040-248-9977. Dan kunnen wij contact met u opnemen en samen met u eerst gaan zitten. Om gewoon even een informeel gesprek aan te gaan van wat is nou doop? Wat is nou wat u graag had gewild? Misschien bent u wel eerder gedoopt toen u als kind was. En heeft u nog niet juist zelf die beslissing kunnen maken. Dan is dit ook zeker voor u. Dus meld u aan, laat even weten dat u geïnteresseerd bent, zodat we samen even met u aan tafel kunnen gaan zitten. Dan het volgende wat ik samen met u wil mededelen is dat binnenkort, ja, heel snel, binnenkort dus, zijn de t-shirts weer te koop. Dus u kunt dan weer de t-shirts gaan kopen. Onze zuster Deborah is natuurlijk ook weer terug. En dan staat er dadelijk ook weer een tafel beschikbaar in onze kantineruimte. Dus de t-shirts die zullen dan weer gedrukt worden. Dus mocht u nog bijzondere designs hebben of geweldige teksten waarvan u dacht van nou, dat moet er eigenlijk nog op komen, dan is die mogelijkheid er ook natuurlijk. En dan nog één laatste nieuwspunt. Dat gaat natuurlijk over de Parelgroep. Ja, de Parelgroep is elke woensdag van 10 tot 12 komen ze hier bij elkaar. En ja, ze doen allerlei verschillende dingen. En er is elke keer weer een nieuwe workshop. Dingetjes die ze nog kunnen leren. Die ze mee kunnen nemen naar huis. Om juist thuis te praktiseren. Maar er is ook heel veel hulp bij nodig. Nou, bent u toevallig op de woensdagochtend vrij of heeft u zoiets van, nou, ik wil graag wel helpen, dan is alle hulp is welkom. Dus ik wil u vragen dan om u aan te melden. U kunt er zelf ook gewoon komen hier elke woensdag dan van 10 tot 12 zal het dan zijn. Zorg ervoor dat u dan iets eerder bent. Of meld u van tevoren ook natuurlijk aan. Laat het weten vanuit uw eigen regiocoördinator, zodat u meegenomen kunt worden voor het proces al begint natuurlijk. Hè. Dus de Parelgroep elke woensdag van 10 tot 12. Nou, dat waren voor nu alle nieuwspunten. Ik wens je alvast een hele gezegende week toe. En dan zie ik je volgende keer weer terug. God zegen. Zo, hele goede morgen allemaal. Prijs de Heer. Nou, blij jullie allemaal te zien, zo vol van mijn blijdschap, je gezicht. Amen, prijs de Heer. Zeg tegen jou naaste, nou, je bent zo knap, mooi. Prijs de Heer. Amen. Gemaakt door de Heer, halleluja. Yes. Waarom is het zo volmaakt? Omdat onze Heer volmaakt is. Amen. Halleluja. Ik ben zo enthousiast. De groeten van IJs. Ja, uit Colombia of Bogota. Hij is zo enthousiast, ja, om te leren. Hij geeft even zijn baan, even wanneer hij vrij om daar te gaan. Hij wil leren en de strategieën. En de Heilige Geest zal openbaar. Want hij wist precies, ja, dat hij is uitverkoren om ons allemaal in ja, gemeente Hermon te leiden. Geef applaus voor de Heer. Amen. En ik ben ook zo blij met mijn dochter, ja, met haar man. Na 8 jaar getrouwd, pas 1 keer nou samen. Klopt dat, mami? Ja, 1 keer samen op vakantie. Halleluja. Amen. Zo lang. Ja, nou leren ze de kracht van samen zijn.
Ja, licht om de kracht van samen zijn. Wanneer focus, we gaan dit jaar vakantie moet samen. Mag niet uit wat er ook gebeurt, wat voor situatie van werk. Maar eendrachtig. Ja, twee mensen vraag in zijn naam en zal ook geschieden. Amen. Amen. En vandaag willen wij daarover leren. Amen. Ja. Zeg tegen jouw man, ben je klaar? Want Pastor Dios gaat jou bombarderen vandaag. Yay! Halleluja! Praise the Heer. Nou, halleluja. Ja. Ja. En zeg tegen jouw vrouw, ben je klaar om gebombardeerd door mij vandaag? Praise the Heer. Amen. Nou, wat was de thema of wat jullie kan onthouden wat broer Jelwin afgelopen keer had gesproken? Te maken met werk. Ja, iemand weet? Zuster Cecilia? Word sterk. Doe het werk. Amen. Doe het werk zodat jij sterk wordt. Amen. Dus als wij niet gaan werken, worden wij niet sterk, toch? Maar de vraag is, hoe gaan wij doen, ook als gemeente? Hoe gaan wij doen het werk? Ja, als gemeente, dat is heel belangrijk. Net is als iedereen, ja, als iedereen samen gaat doen, ja, dan wordt het power of unity. Praise de Heer. En de power of unity kwam van de Heer. Ja, God zelf. Hij gaf een verklaring toen hij zag de mensen in Babel, ja, begin te bouwen. Ja, de Babeltoren. Hij heeft gezegd zo. Nou, ze hebben dat eendrachtig. En nu is alles wat ze van plan zijn, zal geworden. Ja. Alles wat in hun plan zal in hun hand bereiken. Dat zei de Heer. Wauw. Dus, broeder en zuster, we gaan nu leren over de power of unity. Ja, we gaan op basis van de preek van broeder Jelwin. We gaan lezen samen van 1 Kronieken 28 vers 9 tot en met 12. Want alles wat God... Oh, waarom krijg ik een andere, 1 Kronieken? Oké. Okay. Ik ga... En jij, Salomo, houdt van de God van je vader. Dien hem van harte, want de Heere weet alles wat er in je hart en jouw gedachten is. Als je van hem houdt, zal hij altijd naar je luisteren. Maar als je hem verlaat, zal hij jou ook voor altijd verlaten. De Heer heeft jou uitgekozen om voor hem een tempel te bouwen. Zorg ervoor dat je dat ook doet. Amen. Toen gaf David aan zijn zoon Salomo het ontwerp dat hij voor de tempel had gemaakt. De tekeningen van het voorhal. De tekeningen van de voorhal en alle andere gebouwen. De voorraadkamers, bovenkamers en de zalen. Ook van de kamer van de kist met de vergevingsdeksel moest komen er te staan. Vers 12. Op het ontwerp stond alles wat hij door de geest voor de tempel van de Heer had bedacht. De pleinen, de kamers, daaromheen. Ja? De voorraadkamers, de schatkamers voor alle voorwerpen die aan de Heer gegeven waren. Amen. Dus God gaf instructie. En hij gaf instructie aan koning David, de vader van koning Salomo. Het hart van David is om de tempel te bouwen. Maar
Diegene die moet bouwen, God heeft gekozen, Salomo. Wauw. Toen ik deze preek gehoord, God openbaar mij net alsof de situatie van David en Salomo. Ik en Isaac. Ja? Ik heb het hart. Maar diegene die dadelijk deze voorzetten, niet ben ik. Ja, ik ben een instrument van de Heer. Ik ben ogen, ja, die door de Heer gegeven om de visie te ontvangen en door te geven. Maar diegene die uitvoert, dat ben ik eigenlijk niet. Ja? Dus iemand die ontvangen de visie. God heeft mensen, ieder persoon, in zijn gaven en talenten mogen geven. Afgelopen dinsdag of maandag ben ik vergeten. Ja, ik was bezocht broeder Ricardo. En toen die tijd, hij pas terug van de Empower 21 over evangelisatie in Amsterdam. Wauw, zo geweldig enthousiast. Hij nodigt mij. Pastor, als het mogelijk, kom hier. Ja, ik ben toen die tijd nog in Budapest. Het is onmogelijk om te komen. Ik weet, een sommige vrienden van mij uit Indonesië, die mail mij en ook appen. Ben jij ook daar, zal zijn? Nee, ik ben toevallig in een ander land. Nou, toen ik bij Ricardo onderweg, de Heer sprak, legt hem uit over de vijfvoudige bediening. Ja, en Efeziërs 4 vers 11, we hoeven niet te lezen. Maar dus God gaf, ja, apostel, profeten, voorganger of pastor of herder. En dan evangelist, leraar evangelist. Dus vijfvoudige bediening. En wanneer er nieuwe zielen gekomen zijn naar de kerk, of diegene die evangelist handelt iets anders. See is under. Hij ziet zielen. Belangrijk om te winnen. Maar de leraar denkt anders. Hoe? Zodat ik deze persoon, ja, die krijgt een goede onderwijs. De herder die zorgt, ja, zodat de achterdeur blijft dicht. Ja, ik moet tijd hebben, ja, om naar hem toe te bezoeken. Onderwijs hem en alle dingen wat hij nodig heeft. Apostel, see anders. Alles is about details. Lang, ja, die fundering moet goed zijn, de apparatuur moet allemaal bedacht door de apostel. Hij is ogen, hij kan zien. Nou, deze week zat ik ook te denken en herhaaldelijk de illustratie die ik toevallig had gelezen op die week zelf. Dat inspireert mij ook, ja, in mijn bediening. Ja, in mijn bediening. Nou, wat is dat? Nou, het illustratie die ik had gelezen, gaat om een luchtmacht. Ja? Een luchtmacht heeft een oefening voor zijn personeel, de mensen, de manschap, met een oefening op het land met alle barrières die expres gedaan, zodat die mensen kan door de barrières heen, ja, en kunnen ja, behalen, dus geslaagd. Nou, al die soldaten beginnen met door barrières heen. En dan komt één persoon die eerder waren gekomen bij de commandant. Hij is zo blij. Hij is zo verblijd dat hij al die barrières, ja, hij kan doorheen. En hij is de eerste, hij met zo'n blijdschap. Hij zei, wauw, ik heb het behaald. Hebben jullie dat? Is dat goed zo of niet? Ja, goed. Oké, geweldig. Geef even applaus. Ja. Deze persoon die heeft ook gedacht, wauw, ik heb het gehaald. Toen kwam de commandant en zei, waarom ben je hier? Waar is de anderen? Ja, ik moet toch het doel bereiken. Ja, maar je moet toch niet alleen. Jullie moeten gezamenlijk hier binnen zijn. Ga terug. Naar je vrienden allemaal. Help de Alkander. Want ik wil zien dat jullie, de hele team, compleet binnen hier gekomen. Wauw. Dat was een goede les voor mij.
Dat was die heel sprekende voor mij. Want mijn vrouw is aan het bidden. Oh, hier legt het hem uit. Want hij is soms al te ver. Hij keek al zo ver, maar in zijn omgeving zelf, hij had niet gezien. Heel simpel. Hoeft niet te geestelijk, heel simpel. Als ik uit de auto kom, direct ga ik die richting naar keuken, klaar eten. Want er is het volgende iets te doen. Zo snel ben ik. Maar ik ben vergeten. Ik ben met mijn vrouw. Er zijn nog tassen die moet gedragen om hier te brengen. En dat is iets die klein, maar moet te zien. Gezamenlijk. Ja, ik leef niet alleen. Zij heeft mij nodig om een aantal dingen ook samen te brengen naar binnen. Maar omdat een visionair, die denkt alleen maar en die keek ver. Ja, die kijkt niet die omgeving. Is er mensen hier die zo is, mannen? Ik ken die persoon, zeg maar. Halleluja. Ja, nou broeder en zuster, dat is mijn situatie. Maar de Heer wil leren mij om te begrijpen dat wij kunnen niet alleen. Ja, ik moet samen naar de finish gaan, naar het doel, samen met de gemeente. Amen. Is er amen? Amen. Dus God gaf instructie. Hoe moeten wij als gemeente naar de bestemming gaan? Ik heb al gezien. Ik weet en overtuig mij hoe. Omdat de manier van ik zoek heel anders dan een aantal jaren geleden. Aantal jaren geleden, ik ben heel vaak gingen naar grote kerken. Grote kerken om te zien hoe ze werken. Ja, tot het kleine bedieningen zelf bij de parkeerplaatsen. Hoe de grote kerken bezig zijn om alles in orde. Bedieningen in alle gebieden. Ik ben al zo. Ik leer maar alles. Ja, probeer ik in onze gemeente te doen. Maar dat is een kopie. Je leert, maar je wil ook de manier waar daar gedaan, moet ook hier, je kan plaatsvinden. Maar alles wat kopie, die niet geïnspireerd en niet gebaseerd, geopenbaard door de Heer, specifiek voor Hermon, te vergeef. Toen de Heer begon te leren, geef een bepaalde simpele gedachte. Als de Heer niet de huis bouwen, te vergeef wat je ook doet. Wauw, dat is een geweldige openbaring. Wij weten, we hebben veel talenten, maar altijd breng eens bij de Heer. Amen. Er is een stempeltje, er is een akkoord van de Heer. Want het gaat om instructie van Hem. Alles, we kunnen wel veel dingen doen, maar te vergeef, zei de Heer. Amen. Dus als eenvoudige manier laten wij eerst bij de Heer komen. Dat is ons overeenkomst met het woord. Ja? Zoek eerst mijn koninkrijk. En alle dingen die je hebt nodig zal toegevoegd. De Heer zal dat doen. En daarom is het zo belangrijk om te weten dat wij moeten met de principe van de Heer. Nou, vandaag wil ik even leren één eigenschap van de Heer. Die jullie moeten weten. Wat dat is? Nou, we gaan naar Jesaja 28, vers 21. Eerst Bijbelbasisvertaling. Zo, want de Heer zal iets bijzonders, zeg mij nou, bijzonders, bij jullie doen, net als vroeger bij de Filistijnen, bij de berg van Perasim, en net als vroeger in het dal van Gibeon. Het zal iets heel ongewoon zijn, iets heel bijzonders. Ongewoon, heel bijzonders. Dat de Heer wil doen. Nou, een andere vertaling. Want de Heer zal opstaan zoals de berg Perasim. Hij zal in beweging komen zoals in het bij de Gideon om zijn werk te doen. Zeg mij na, vreemd.
zal zijn. Amen. En dan, vreemd zal zijn waar ik zijn. En om zijn dat te verrichten, ongewoon zal zijn dat zijn. Ongewoon, vreemd, raar. Dat is onze God. Amen. Dit is heel belangrijk om te begrijpen. Onze God is vreemd. Ja, zijn daden is vreemd, ongewoon. Als jullie dat begrijpen, dat betekent alle daden die normaal is, ja, is normaal. Is nog niet te bewijzen dat God is. Het moet ongewoon zijn. Amen. Halleluja. Als wij dat begrijpen, dat betekent God gaf ook instructie. Instructie soms wij kunnen niet bevatten met onze gedachten. Want onze gedachten denken altijd voor iets die gewoon, normaal zijn. Maar God die ongewoon en vreemd, ja, die doet ook rare dingen. Raar. Ja. Ik geef een aantal voorbeelden. Richter 7, vers 7. Toen zei de Heer tegen Gideon, door de 300 mannen die het water opgelikt hebben, ja, als een hond, zal ik jullie bevrijden. Door hen zal ik de Midianieten in jullie macht geven. De anderen mogen naar huis gaan. Nou, dit is raar. God kies, ja, soldaten tegen de 50.000, ja, van Filistijnen. En nadat Gideon voorbereidde tot de allerkleinste is 10.000, de Heer zegt, nou, dat is te veel, jongen. Daar, als jij zo is, dadelijk, jullie zijn opscheppen, dat als een overwinning behaal, daar zal door jullie zijn. Nou, zei de Heer, laat maar die mensen, ja, het water in. Laat ze maar proberen, vraag ze om drinken te halen, te drinken vanuit die water. Menselijke gezin, dan denken wij, mensen die drinken, Gideon hebben gezien hoe de mensen water pakken. En dan zo. Dat is netjes. Ja? Maar toch niet gekozen door de Heer. Maar mensen die springen en dan drinken het als hond. Ja, juist dat is door de Heer gekozen. Is hij vreemd of niet? Huh? Ja, dus onze God is een vreemde God. Raar. Ja, onmogelijk. Het is niet te bevatten door jouw manier van denken. Oké? Dat is onze God. Als wij deze dingen nog niet begrijpen, dadelijk jullie, ondanks ik de visie gegeven, jullie zal ook ja, niet begrijpen. Omdat raar. Oké, verder, Markus 6, vers 38. Ja, hier over 5 broden en 2 vissen. Beetje raar, ja, die 5 broden moet voor zoveel mensen die hier zijn, geef ze eten. Wat hebben jullie? Zoek maar vragen. Maar, kijk, de instructie van de Heer, ja, gaat te boven onze manier van denken. Wordt gebracht hier alleen maar deze. 5 broden, 2 vissen. Ja, en dan moet voor zoveel mensen gegeven, ja, worden. En is onmogelijk. 5 vissen, 2 broden, zoveel mensen. Maar de Heer gaf instructie, deel deze. Deel deze. Dus zien wij dat de discipelen nam het brood en dan begin te delen. Ja? In hun rationeel denken is onmogelijk dat deze stukje brood zal vermenigvuldigd zijn. Dus wat ze delen is ze gehoorzaam aan de Heer en dan begin te delen. En het is nooit, raakt nooit op. Wauw, geweldig. Hè? Geef applaus voor de Heer. Ja. Nou, geef sla naar jouw kokosnoot. Ja. Dit is, ja, de manier van mijn denken is een blokkade voor mijn God binnen te komen. Ja. Amen.
Amen, ja. Dus nou weten wij hoe koppig wij zijn. Of zo ongelovig wij zijn. Omdat wat erom? Wij denken altijd rationeel. In Jezus' naam. Wie die denkt dat je denkt al nog steeds rationeel, hef je handen op. Halleluja, prijs de Heer. Ja, wij denken vaak te rationeel, oké? Dat kan je makkelijk zien. Straks als de blauwe envelop binnenkomen, allereerst wat je denkt, niet de Heer. Hoe kan ik deze betalen? Ja of niet? Daarom, wij kunnen niet zien de wonders van de Heer. Omdat het is al hier ja, getraind om rationeel te denken. Nou, het was ook een ander verhaal. Ja, toen bij de feest, ja, van een huwelijkfeest in Cana, waren de wijn op. De Heer zei, breng, schep dat water, maak dat vol en dan schep dat, deel dat. Allemaal raar, hè? Zal dat water, zal ik geven aan de eregast? Het is een feest van een bruiloft. Zal ik dat doen? Het is onmogelijk. Amen. Zijn nog meer voorbeelden? Zoveel voorbeelden. Er was, wie waren ooit naar Jericho? Zie handen, kijk, Jericho, oké, okay, ja. Als wij bij de Jericho een stukje muur nog over. En de muur is zo hoog. En de auto kan bovenop rijden. Zo breed is dat. Zo was gebouwd. Ja, een vesting. Een muur om te beschermen de stad Jericho. Zo groot. Maar de Heer zegt, en geef een instructie. Zie, de Heer is raar, ja. Beetje vreemd. Wonders. En hij gaf instructie. Gaan jullie maar rondom, ja. Hoi maar jullie dingen. Ha, gewoon even rondom, ja, die muur. Ja, 7 keer. Kan je dat geloven, dat de muur kan, ja, afgebroken worden door alleen dat jij, net als ik, ja, waarom is het 2e dag, 3e dag, nog niks? Heb je op, ja, ook, zal ook jouw geloof ook denken, nou, zal dat echt gebeuren dan? Ik denk, dit is de situatie van ons. We kunnen Gods werk niet bevatten en niet durven om daar te doen. Hallo broeder en zuster. Ja, dit is onze situatie. Maar vandaag gaan wij leren, ja, wat Gods instructie is. Ja, Gods instructie, dat betekent dat jij hoef je niet jouw hersen te gebruiken. Gewoon doen wat hij zegt. Klopt of niet? Ja, want het is tegenovergestelde met wat wij denken. Wij denken tegenovergestelde. Ja. En daarom, om Gods instructie ja, te volgen, wij moeten gewoon doen. Heel simpel. Ja, het woord doen. Ja, doen. Je moet niet gebruiken jouw manier van denken. Het zal niet lukken en zal ook niet gebeuren. Nou, na deze verschillende voorbeelden, ik wil alleen laten zien dat de kracht van instructie, ja, hoeven wij niet, ja. Wij moeten gewoon geloven de kracht van de instructie zonder te denken. Ja, zonder van tevoren te denken. Nou, waarmee Pastor Dios wil ons brengen eigenlijk? Ja, dat is toch? De vraag is, doe het werk, maar welke werk? En hoe gaan wij dat doen?
er moet een instructie zijn. Ja, dus de instructie is heel simpel. En daarom wij willen behandelen dat. En dan laat straks door de leiders, ja, eerst pastoor Ais natuurlijk. Ja, hij is, als we jullie staan, ja, so, zie hierachter altijd pastoor Ais. En dan onderaan staat iets op. Operationeel pastoor. Wauw. Zonder wij dat beseffen als Hermon, we hebben al dat, ja, in principe uitgevoerd. Zoals Salomo en koning David. Koning David ontvangen de visie. Ja, hij weet precies wat moet doen, wat moet gebeuren. Maar de Heer zegt, maar jij niet degene die dat bouwen. Dezelfde. Dus nou de proces van ontdekken, oh, de Heer geeft ons en bracht ons die situatie diezelfde. Hermon, we eren, ja, dat de Heer salving kan geven vanuit het hof. Kom naar zijn baard van Aaron en kom naar zijn kleding. In andere woorden, we hebben ook in principe, zonder wij dat beseffen, we eren voordat jullie de Heer dienen hier met camera, met allerlei dingen. Er is gezalfd met olie. Halleluja! Wauw, zo geweldig eigenlijk. De Heeren werken hier in de gemeente. We eren dat de kracht is van de Heer. Amen. Halleluja. Nou, broer Jelwin had ook afgelopen keer Jacobus 1. Ik herhaal alleen, ja, wat hij zegt. Maar ik bekijk vanuit invalhoeks van apostel. Ja, ik noem mij niet pa apostel, maar diegene die die taak heeft gedaan, noem ze in die tijd is apostel. Ja, ik ben maar pastor Dios. Oké, maar wat is, ja, te zien daar in Jacobus 1 vers 23 en 25? Stel dat je het woord wel hoort, maar er niets mee doet. Ja, dan kun je dat vergelijken met iemand die zichzelf in de spiegel bekijkt, maar ook onmiddellijk weer vergeet hoe eruit ziet. Nou, wat bedoelt het, pastor? Nou, het woord die wij of jullie hebben al gehoord, vorige week zondag, elke zondag, elke zondag, elke zondag. Als ik nou terugvraag, het woord van 2 weken geleden. Wie weet het? Van vorige week? Meldy? Soldaat. Ja, gelukkig nog herinnerd. Ja. Maar deze, het woord. Ja. Ja. Wat wij hebben gehoord, kan vergelijken met. Ja, vers 23, 24. Dan kun je dat vergelijken met iemand die zichzelf in de spiegel. Dus iemand die zichzelf kijken. In andere woorden, het woord gaat zo verdwijnen. Ja, het woord zal verdwijnen. Nou, kom pastora, even naar voren komen. Ja, pastora is echt spiegel voor mij. Ja, zij ziet alle dingen. Voordat ik naar het podium, ik draag al net een andere schoenen, sportschoenen. Opeens toen ik terug ga daar, richting die kant op, zag ik al 2 deze schoenen al zo. Ja. Ja, ze vond het niet leuk misschien als ik die gewone werkschoenen gebruik hier. Maar ik besef dat dit heb ik eigenlijk nooit door. Ja, alle kleren van mij allemaal heel weinig die goed is. Omdat overal, ja, vlekken van cement, van alles. En zij is de spiegel hiervoor. Ook alles, ja. Som
Soms is ook te. Ja. Nou, zelfs als wij hebben het woord van afgelopen zondag. En dan hebben wij samen, pa, zo is het, ja, gelezen. Wat heb je ontvangen hiervoor? Ze kijkt als een spiegel, die kijkt, ja, oh ja, zie je dat? Jij doet, je bent niet trouw in kleine dingen. Hoe kan God als een visionair geven is je groot, als je niet trouw in het klein, zei ze. Je bent vergeten die tas mee te nemen. Ja, toch? Ja. Oh ja, dat klopt, ja. Want het is op basis van Gods woord. Trouw in het klein, zodat grotere dingen te vertrouwen. Klopt, ik kan niet net zeggen. Nee, dat kan niet. Ja, omdat ze wees naar het woord. Ah, ja. Ja. Dus ze weet wel mijn tekortkomingen. En zij gebruikt dat. Ja. En vanochtend toen wij kwamen hier, Ernest ook vergeten de deur te dicht te doen. Dus broeder Wilco die zei, ben je in de kerk geboren? Toen dacht ik, hey, ik ook, hoeveel keren ben ik niet bekeerd. Ja, elke dag, als ik eruit mijn kamer, ik heb nooit de deur op. Zelfs zij is nog in de kamer, ik nooit de deur op dicht doen. Ik ging gewoon mijn gedachten al ergens. En iedere keer herhaalt zij dat. Maar nog nooit geslaagd. Vandaag. Nou, broeder, daar is een microfoon. En weet jullie, wanneer wij het woord bespreken, ja, dan het woord hebben wij een beetje herkauwen, toch? Ja, net als koeien, ja, koeien die alles is op eten, daarna gaat die onder de boom weer kauwen, herkauwen. Ja. Ik ben geen koe. Ja. Maar deze koe, sorry. Nee, ja, zij herkauw wel. Niet vergeten, mijn kinderen kijken nou. Oh ja, amen. Mijn kinderen, nou ja. Ons. Dus, dat betekent dat wij eventjes bespreken, oh ja. Nadat wij hebben bespreken, komt de Heilige Geest inspireert, omdat het gaat om zijn koninkrijk, toch? Amen. Ja, hij inspireert ons weer over de rijkdom. Wauw, dat heb ik nog niet gezien, mam. Jij zei ook, oh, heb ik ook dat niet gezien. Zie, wanneer wij bespreken over Gods woord, de Heilige Geest zal meer openbaren. Amen. Daarna, wat er gebeurt, dat betekent het woord al begin hier. Ja. Begin hier, omdat verrijkt door Heilige Geest. Daarna, zij zend mij, opa, je gaat nou dadelijk naar broer Ricardo, toch? Ja, ik zegen jou naar broer Ricardo, zodat daar zullen jullie ook bespreken en de Heer weer openbaar. Wauw. Amen. En zo zeggen ik haar ook, oh, je gaat dadelijk ontmoeting met zuster Vestin, toch? Ja. Nou, tot zegen daar. Zie het begin bij one-on-one. Maar het wordt niet zo blijven, omdat zuster Vestin dadelijk ook naar een andere misschien te delen. Omdat zij al ontvangen van pastora toen ze bespreken hadden. En zo werkt het. De duivel weet precies en daarom geeft ze de gemeente niet door. Dankjewel. Mijn vrouw. Alleen even een voorbeeld. Ja? Dus de Heer openbaar deze de kracht van 2-on-2. Hij zond zijn 12, ja, 2-on-2. Waarom niet 3? Er is een basiskracht van 2-on-2. En de duivel weet precies.
2 en 2 is de kleinste institutie in deze wereld die gemaakt door de Heer. Man en vrouw. Ik ben zo blij dat Europa, ja, heeft hun veranderingen heeft gebracht bij het begrip van human rights. Het waren 47 rechters vertegenwoordigen Europa en behandel erover over de mensenrechten. En ze zijn teruggekomen dat man alleen, een man kan alleen trouwen met een vrouw. Wauw, dat is geweldig, amen. En de vrouw alleen trouwen met een man. Zoals die principe wat de Here al gegeven. Wauw, dat is een wonderbaarlijk iets. Want wij vinden ook in Nederland een beetje raar vanwege de human right. Wij voelen niet meer, voelen niet fijn. Dat ik met de mannen kan, met het gevoel van, ik voel mijn vrouw vandaag, ik ga maar met het dames toilet. Ja, dat is toch erg. Ja of niet? Er is een basisprincipe van God. En die moeten wij als christenen volhouden. Amen. Die basis van 2 komt niet van nergens. Daarom man en vrouw nooit verlaten jouw man of jouw vrouw. Vanaf nu, als jullie dat horen, jullie geweten zal jullie beoordelen. Daarom mensen die een beetje ruzien, elkander een klein beetje, maakt niet uit. Nee, maakt niet uit. Tot de dood ontscheiden. Want ik vrees dus, Heere, meer dan jouw gezichten. Amen. Amen, ja? Dat moeten we volhouden. Vrees des Heere, de basisprincipe van God. Wij moeten niet uitweken. Er is een leefregels, omdat het te maken met koninkrijk. Ja, koninkrijk van God. Als ik geef aan Meldy iets, zonder liefde, de Heer zegt, dat is te vergeef. Want veel mensen ook die geven. Zelf de misdadiger die geeft ook iets aan zijn vrienden. Wat verschillen wat zij geven en hun geven ook. Zie dat de leefregels van de Heer is hoger dan alle norm. Wij moeten geven met liefde. Met besef. Wauw. Dus wat broeder en zuster. Dus die 2 is een principe van God. Toen Mozes gekozen door de Heer. Waarom koos de Heer Mozes? Hij wist toch dat Mozes stotterde. Maar door die situatie de Heer zei. Aaron zal je helpen. Toch? Dus er zijn mensen 2 en meer. De kracht van 2. Joshua en Caleb. De kracht van 2. En de kracht van 2 is de trouw in het klein. Ik weet dat zoveel van jullie denken. Ik kan meer dan 2. 3 cellen, 4, 5. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de instructie. Instructie is belangrijk. Ik heb altijd een instructie gegeven. Ook tijdens bidden. Ja, bidden moet kort. Nog steeds, ondanks al voorgezegd, nog steeds er iemand die lang bidden. Ja. Waarom? Omdat ze niet door. De instructie is belangrijk. De instructie hoeven wij niet te vertalen met onze manier van denken. Instructie is instructie. En als de instructie van de Heer, zal ook iets geworden. Amen. Amen. Nou, broer en zuster, toen ik overpeinzen over die kracht van 2. Stel als wij, iedereen denkt, ik ga delen met Meldy, ik ga delen met de andere zuster. Ik ga delen. Dus dat betekent, iedereen kreeg een kracht, een openbaring. Pastor zei, ik moet zoeken iemand die klik zijn. Wat bedoel met klik? Vraag aan de Heilige Geest. Klik bedoelt, als je verschillende diensten, je kan nooit ontmoeten. Dat klikt niet.
Ja of niet? Maar sommigen voelen zich, ik wil niet met dat, zij is nieuw. Ja, zij is nog niet zo ver. Jij denkt dat jij al beter, dat is al verkeerd. Ja, dat is al verkeerd. Dus laat, als wij denken dat wij met de Heilige Geest omgaan, ja, met de Heilige Geest, want dat de Heilige Geest die midden in ons, die zal het gesprek uitvoeren. Ik wil wat Heilige Geest te spreken via die persoon naar mij toe. Eén keer er is een spreker nodig, een voorganger nodig, een spreker die bij zijn kerk. En hij weet dat die spreker is nog niet zo zelfde niveau met hem. Dus in zijn gedachten, die spreker begint te spreken. Ongeveer die pastor denkt, die volgt gewoon, ja. Hij weet al waar hij daarheen gaat. Toen de Heer sprak tot hem, tot die pastor. Jij bent te trots. Jouw manier van zien is verkeerd. Probeer te zien wat de andere pastor hebt en wat jij niet hebt. Wauw. Als jij denkt dat die pastor, die spreker minder dan jou, jij denkt dat jij bent als iemand, je ontvangt niks van mij. Maar probeer te zien wat hij heeft en wat jij niet hebt. Wauw. Dus iedereen hier, als wij nederig bij de Heer komen, ja, maakt niet uit of die ene heeft een bedrijf en jij bent een eenvoudige persoon. Maakt niet uit. Maakt niet uit die ene die in pastorale team en jij bent een gewone is die niks hebt hier. Maakt er niet zoveel uit. Want Heilige Geest. Allereerst is de blokkade in jouw hoofd weghalen. Ik hou niet iemand die zo trots hier in de gemeente. Want daar kan je niet Heilige Geest werken. Ondanks je bid lijkt wel, je hebt vol met Heilige Geest. Ik kan dat proeven. Ik mag dat eerlijk. Daarom, we moeten zo nederig mogelijk, nederig. Dat is Matthäus 5. Mensen die nederig van hart. Die kan Gods koninkrijk zien. Amen. Amen. Nou, als onze Hermon gemeente allemaal niederen, dan zien wij zichtbaar vreemde werk. Die God die doet rare dingen. Zijn werk, zijn daden is vreemd. Zal plaatsvinden hier in de gemeente. Door wat? Door wie? Door eenvoudige mensen. Hallo? Jullie zijn, of wij zijn misschien te geestelijk. Daarom, God Heilige Geest komt niet, want wij vinden al te heil. Maar als wij nederig zijn, dan de Heere komt tot ons. Amen. Nou, toen de Heer Jezus zendt ook, ja, we gaan nou naar Lucas 10 vers 1 snel. Ja, jullie weten dat al. Ja, Lucas 1 vers 1. Stins vers 1. Heb ik dat niet gegeven misschien? Of ben ik vergeten? Ja, nou, dank u wel. Geef even applaus voor onze lieve zuster. Halleluja. Ik maak vandaag een grap. Pastor, er is nog geen vers van Rebecca voor mij, zei Tuki. Oh ja, Taki. Hoe komt dat? Heb je niet ontvangen die app dat jij moet het woord brengen? Van overswoord? Nee. Ja, ik maak grapje. Oh, eigenlijk. Nou, ik zal proberen. Ja, het woord. Ja, ga even opzij naar de toilet. Even bidden.
Heer, ik moet het woord brengen, Heer, van het offers. Geef mij inspiratie. Wat, ja? In Jezus' naam. Amen. Weet jullie, deze simpele dingen, ja, de Heer wil alleen gebruik simpele mensen. Ja, ik mag even zeggen, de Heer wil gebruik simpele mensen. Ja, onze trots moet afgebroken worden. Ja, halleluja, amen. Ja, dat maak ik grapje, maar ik verwacht dat Taki ook een keer mag hier zijn het offerswoord brengen, toch? Amen. Geef applaus. Amen. Yes. Amen. Nou, als wij zien vers 20 tot 21. Daarna wees de Heere Jezus nog 70 leerlingen aan. Hij stuurde hen 2 en 2 voor zich uit naar alle steden en plaatsen waar hij zelf nog zou komen. Wauw. Geweldig, ja? Waarom niet 3 dan hier? 4 nog gezelliger. Als 4 wordt jullie dadelijk alleen maar discussie. Niet praten over dit en dat. Ja, jullie werd te lang en afgewezen. Ja, afgeleid. Ja, afgeleid. 4 mensen. Ja. Nou, de Heer zegt 2 en 2. Zit. De principe, wanneer 2 mensen vergader in mijn naam. Ja, klopt of niet? In mijn naam vergader, spreken over het koninkrijk. Ik zal er zal zijn. Wauw, dit is zo geweldig. Dus daarom, de duivel is zo listig dat alle eerste institutie die hij wil kapot maken is huwelijk. Want daar is man en vrouw. Ze zijn maar 1. 2 maar 1. Zo krachtig is dat. Amen. Amen. Nou, misschien voor diegenen die ik heb een vrouw, die kunnen wij praten. Maar jullie kunnen ook, ja, tussen mannen samen bespreken, heel simpel. We weten niet wat moeten wij doen, ja. Maar we gaan maar alvast bidden, ja, wat we gaan doen. Zo simpel is dat eigenlijk. Ja, en vers 20 en 21. Maar wees er niet blij over dat de duivelgeesten jullie gehoorzamen. Wees er liever blij over dat jullie naam staat opgeschreven in de hemel. Ja. Dus blijkbaar al die Satan, demonen en dit en dat, uitgedreven door de kracht van 2. Niet vanwege ze hebben heel veel ervaring, nee. Als jullie lezen vers 21. Op dat moment wordt Jezus vol van blijdschap van de Heilige Geest, Vader. Vers 22 maar direct. 22. Ik wil even laten zien. De Vader heeft mij alles gegeven en niemand weet de Zoon behalve de Vader. En niemand weet wie de Vader... Oh, nee, het is wel zo, klopt, ja. Vers 21, waarmee de Heere, daar staat dat eenvoudige mensen. Zie daar, ja. Ik zal opnieuw voor u lezen. Op dat moment werd Jezus vol van de blijdschap van de Heilige Geest en juichte. Vader! Heer van de hemel en van de aarde. Ik dank u dat u aan eenvoudige mensen bekend heeft gemaakt. Wat u voor wezen en verstandige mensen geheim heeft gehouden. Amen. Geef applaus voor de Heer. Ja. Dus de Heer zoekt niet mensen die trots, mensen die groot zijn voelen. Nee, juist eenvoudige mensen. Waarom? Omdat hij is een vreemde God. Zijn daden is al vreemd. Wanneer 2 eenvoudige mensen die niet veel weten over Gods woord. Samen alleen maar hart heeft om te bidden voor andere mensen. Dat is voldoende. Dat zegt de Heer. Hij is zo dankbaar aan de eenvoudige mensen. Zoals Deborah is eenvoudig.
eenvoudige mensen, broeder en zuster. Als wij eenvoudig in ons hart, daar is de ruimte. Ja. En wat zal gebeuren als twee mensen iedere keer hier gekomen of ergens anders een bevrijding plaatsvinden? Elke zondag, Heer, bij die pastorale, pastor Blok, niet meer over het woord meer, ja, ik bedoel over weer het woord, maar getuigenis van mensen, van jullie, over de goedheid van de Heer, over wonders die, ja, die gemaakt door eenvoudige mensen. Kan jullie nou ontvangen? Volg de instructie. De instructie is niet te veel. Eén maar. Jullie denken, ah, ik kan meer. Maar begin maar met één. Eén persoon. Wanneer je deelde met één persoon. En hij ontvangen. En wat gaan wij delen dan, broer pastor? Heel simpel. God gaf mij een simpele strategie van evangelisatie. Laten wij lezen naar Matthäus 11, vers 28. Heel eenvoudig. 28 staat, heb ik niet doorgegeven. Wachten wel even. Sneren. Matthäus 11, vers 28. Misschien ook 29. Yes, wij wachten. Heel geduld. Ja, want staat daar ook. Ja, ja. Nou, kom naar mij als je moe bent. Amen. Wie is ooit moe hier? Amen. Iedereen moe, ja? Ja, amen, amen. Kom naar mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen. Ik zal je rust geven. Amen. Wauw, dus iedereen, ja, bijna iedereen zelf, mensen die al christen zijn, heeft altijd nog steeds problemen. En de Heer zegt, kom tot mij. Hoeveel van ons willen jullie evangelisatie doen? Ha, maar met z'n tweeën. We gaan bidden, ja. We gaan kijken wie, ja, die wij kunnen helpen. Die een beetje gebogen, een beetje zwaar, een beetje dit en dat. Zoek de noden van de mensen. Alle mensen heeft genoeg noden. En de Heer kan jou gebruiken. Amen. Nou, kom tot mij, zei de Heer. Dus we hebben iemand zal vinden. We kunnen iemand zal vinden die vermoeid en belast zijn. Dan zeggen wij tegen die persoon. Kom tot de Heer, want hij heeft jou genoden. En er zal grote dingen. Wat is jouw probleem? We gaan bidden. Want de Heer gebruikt eenvoudige mensen. En hoef je ook niet te lang bidden, ja. Gaat om de pijn, dit en dat. Ja, niet allerlei dingen, bindende geesten, dit en heel, ja. Ja, ja, hoeft niet. Heel simpel, Heer, deze mevrouw heeft u nodig. En u zegt, kom tot mij. Ik breng deze bij u, Heer. Genees haar in Jezus' naam. Amen. Hoeft niet te lang. Ja, een verhaal die zo draadig, dit en dat. Ja, nee. Ja, simpel. Ja, simpel. Want de Heer zegt, ik hou van simpele mensen. Als maar kom uit je hart. Ja. Alles wat je te veel, is niet van de Heer. Ik geloof, geloof mij maar. Dat komt van jezelf, van jouw trots. Je bent al gewend om goede en lange gebed. Maar het is nog niet goed bij de Heer. De Heer zei, hij leert dat gebed van onze Vader in de hemel. Bam, 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 bam. Allemaal rechtstreek. Ja? Dus niet te langdradig bidden. Ja? Als ik gebed voor het eten. Ik zeg direct, gebed voor eten, ja? Anders te lang. Ja. Nou, broer en zuster, heel simpel. Wie hier eenvoudig? Amen. Wij allemaal eenvoudig, oké? Okay? Wij willen
ook eenvoudig worden. Niet te moeilijk, broeder en zuster. Wie wil hier zielen winnen? Eén maar. Amen, iedereen. Halleluja. Daarom, ja, deze week proberen eerst als diegene man en vrouw samen met jouw man. Praten. Ja. Praten met je man. Senta deze persoon. En als je hebt iemand al gevonden om samen, oh, zou je misschien deze kwart jaar samen met mij elke week, we gaan even proberen. Ik wil ook ervaren God Heilige Geest, zoals het woord dat zei, is dat zo, maar ik wil ervaren. Nou, ga maar. Kom je met jouw partner. Wij willen deze ervaren van de kracht van de Heilige Geest, hoe hij leidt. Zo, we weten niet, hij ook niet. Wij begrijpen niet zo goed. En dan kom je bij broer Ramon. Vraag de salving. Om dat te vergeven, alles wat jij doet, zonder de salving. Wij beginnen met de Heer. Dat betekent eenvoudige iets zelf. We moeten bij de Heer brengen. Zodat de Heer banden weer. Amen. Ik denk dat deze visie is helder, duidelijk. Herhaaldelijk. Maar de enige die wij moeten doen. Wij moeten zoek één persoon. Anders. Net als Jacobus 1 zei. Net als het woord. Net als iemand. Die staat in de spiegel. En daarna hij vergeet hoe hij eruit ziet. Dat is het woord. Amen. Dus God weet precies. Ja, als wij Gods woord niet behandelen met iemand. Is dezelfde als iemand staan voor de spiegel en vergeet het weer. Amen. Ben je met mij mee eens? Laten we samen staan. Halleluja. Halleluja. Als je denkt, Heer, dank je wel voor het woord. En als je denkt, ik ben die persoon. Maar ik wil heel graag om het woord te delen. Geef je handen op. Hef je handen, rechterhand op. Halleluja, halleluja, halleluja. Ik denk het is beter dat wij iedereen onze handen op. Hef onze handen. Als blij de Heer zijn. Als jullie eenvoudig denken. Ik zal bij jullie komen en wonders en teken. Mijn daden, de instructie soms raar. Maar wij geloven, Heere God. Wij geloven en omarm de visie die u aan ons mogen geven. Vader, dank u wel. Dat deze wolk zal verdwijnen uit ons. U geeft ons een simpele hart. Liefdevol hart, Heere. Om anderen weer te winnen. Om anderen weer te bereiken. Zodat de hele gemeente, Heer, niet alleen denken. Wij weten. De valse strik van de duivel. En nou. Hoe gaan wij dat bereiken? Van verbreken dat. Door. Je gaat. Naar één persoon. Deel dat samen. Het woord van vandaag. Behandel alvast. Matthäus 11 vers 28 en 29. Daar de Heer zegt. Leer van mij. Leer van mij. Want ik ben zachtmoedig. Met deze kracht zend ik ook. Uw gemeente. Heere God. Dat wij afhankelijk van u mogen zijn. En nederig mogen zijn. Geduld mogen zijn. Dank u wel, Vader. Ik zegen uw gemeente, Heer, in Jezus' machtige naam. Amen. Amen. Geef een applaus voor de Heer. Amen. Amen. Wie is hier allemaal gezegend? Nou, dat klonk heel enthousiast. Wie is hier allemaal gezegend? Prijs de Heer.
Prijs de Heer. Oké, laten we allemaal in onze handen klappen. Mijn belofte leeft, mijn belofte leeft voor eeuwig. Amen. Ja, ik leef. Mijn belofte leeft, mijn belofte.
onze verloste leveren en zusters. En dat vieren wij elke dag weer. En ook gezamenlijk met onze broeders en zusters. Ook weer volgende week natuurlijk. Bent u van harte welkom. Aanstaande vrijdag alweer voor de Summit Show. Ik wil u allemaal van harte welkom heten. Ook hier in deze plaats weer om 7 uur. Dus vergeet het niet, 7 uur. En volgende week zondag weer voor onze eredienst om 9:30. U bent van harte welkom. God zegen allemaal. Dag.